Wees genadig met jezelf, met hoe je voelt, maar onwrikbaar gefocust op wat je nou moet doen. Die belangrijke is dat ons besef gevoelens kom en gaan, maar het is belangrijk om dit dan een naam te geven en dan weet je tenminste, dit is wat je op hierdie oomblik als emotie ervaart. Paul Ekman het destijds 6 basis emoties onderskryf, wat hy sê in alle culturen en volkeren voorkom. En hy noem die 6 geluk, hartseer, derdens vrees, walging, woede en dan die laatste 16 verrassing. Maar hier staat praat mense van tot 27 emoties wat hulle kan onderskryf, zodat jy nie beperk is in termen van die reikwijde van wat jy een naam geef van hoe jy op die oomblik voel neem. Maar het is belangrijk om te erkennen dat je zo voelt, maar dan moet je veel verder gaan vragen: hoekom voel ik zo? Tot 7 keer hoekom, want dan delf je in tot bij die diepste innerlijke hart van daar die emotie of gewaarwording wat je dan hebt. Nou is die kunst om niet te blij in die gevoel nie, maar op te focussen op wat je moet doen. Het is belangrijk echter om daar die gevoel van jou te honoreren. Dit is die geheim van Jezus in Markus 17 vers 31, wat hij sê, jy moet jou naaste lief hê soos jezelf. Dit betekent inderdaad toch iets van een waardering, erkenning, honorering van jezelf moet bly wees, want dit is hoe jij jou naaste en uiteindelijk voor God ook kan lief hê. So, gee erkenning aan je gevoel, schrijf jezelf in je kalender of in je dagboek neer, wanneer gaan je aandacht gee aan die gevoel, of dat net later in die dag, maar dat je tijd daarvoor geeft, want tijd wat je voor iets geeft betekent, je erkent het, je honoreert het. En dan focus jij op dit wat je nou moet doen. Wees met alle woorden genadig met hoe je voelt, maar onwrikbaar gefocust op wat je moet doen. En weet je, de Heilige Geest zal je helpen. Leef geïnspireerd.